krijg allerlei boodschappen door, op wat voor manier dan ook. Al is het lichamelijk, geestelijk of ja, gewoon aards, iets aards, zoals een veertje dat ronddwarrelt of iets dergelijks. Ga meer wat aan energiewerk doen. Dat is heel goed voor jou, want heling hoort bij jou. Dus dat is heel erg belangrijk. Eet gezond, slaap goed, beweeg goed. Dat is ook heel goed voor je. Dus eigenlijk is eigenlijk wel alles goed. Ja, en je bent nooit alleen. Wees jezelf. Je bent positief bezig. Ja, volg je intuïtie, ook al heb je soms het gevoel dat het even niet lekker zit. Maar maak je niet onnodig zorgen. Volg en blijf je intuïtie volgen. En alles komt wel oké. Je maakt gewoon een nieuw begin mee nu. Dus je gaat een nieuw begin gewoon maken. Wauw, mooie boodschap voor jullie in ieder geval. Mocht het zo zijn dat je een... Dat je blokkade hebt op je pad. En dat je even niet meer weet van hoe je verder moet. Maakt niet uit wat voor vraag je hebt. Over wie je wilt vragen. Je kan me altijd bellen bij Top Consulenten. Onder de naam Radha Box nummer 327. Ik ben maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar van 7 tot 9. Je kan me op mijn Facebookpagina kan je ook een consult krijgen via mijn mobiel. Een chatconsult via de Messenger en persoonlijke readings kan je ook krijgen. Je kan ook een jaarreading krijgen als je dat wil. Dus kijk maar wat je wil. En dan gaan we even kijken van hoe ik jou hiermee verder kan helpen. Door al je blokkades op je pad weg te halen, door inzichten en adviezen te geven. Help ik je graag erbij. En vooral als je hart wil luchten, kom er dan bij. Voor burn-outs kan je me ook bereiken. Voor trauma's, zeker weten. Eigenlijk voor al je levensvragen. Alles waar je gewoon tegenaan vastloopt. Ik kan je helpen, ik kan je begeleiden daarin. Laat me in ieder geval weten. Via de Messenger kan je me altijd bereiken. Via berichtje hier. Beneden kan je me bereiken. Dus, maar het liefst via de Messenger, want dan vind ik het toch het makkelijkst. Zeg maar. Maar kijk maar. Ja? In ieder geval, tot de volgende keer dan maar, tweelingen. Doei doei!